Kenia, een land met zo'n 45 miljoen inwoners. Qua oppervlakte 14 keer zo groot als Nederland. Terwijl het inkomen ongeveer 24 keer lager is dan in Nederland. Kenia is een echte landbouweconomie. Ruim 75% van de bevolking werkt in de landbouw. De Achmea Foundation investeert in enkele initiatieven in Kenia. We bezoeken er twee. Agrix en het Flying Food Program. Agrix is een organisatie die boeren helpt aan een betere oogst. Zo'n 32.000 kleine boeren in Kenia krijgen de gelegenheid om gecertificeerde zaden en mest aan te schaffen op krediet. Boeren krijgen bovendien landbouwtrainingen. Door de betere zaden en de landbouwtraining kan de boer zijn oogst met maar liefst 250% verhogen. Samen met TNO gaan we in het Flying Food Program op zoek naar alternatieve voedselbronnen. Insecten kunnen prima dienen als alternatief voedsel. Insecten zijn rijk aan mineralen, eiwitten en vitamine. Er zijn weinig vierkante meters nodig om krekels te kweken. Daarnaast vraagt het een lage investering om te starten en met winst te kunnen kweken. Deze boeren krijgen daarmee een extra inkomen. Met het kweken en verwerken van krekels tot voedsel levert dit project een bijdrage aan het voedselprobleem in Kenia. Twee mooie voorbeelden die laten zien hoe de Achmea Foundation bijdraagt aan het verbeteren van de levensstandaard van mensen op een ondernemende manier. Juist in gebieden waar dit niet vanzelfsprekend is.